wou eigenlijk gewoon zeggen, wil je dan normaal zo hard langs iedereen heen rijden? En ik draai mijn eigen om en toen heb ik waarschijnlijk klappen gekregen, want dan weet ik niet meer. Ben ik naar het ziekenhuis toe gegaan. Toen bleek mijn neus gebroken te zijn en 3 ribben gebroken te zijn. Voor deze zaak moeten we even terug naar de afgelopen zomer. Om precies te zijn donderdagmiddag 16 augustus. Bij dit tankstation aan de Ringbaan Zuid in Tilburg is het dan, zoals gebruikelijk, een komen en gaan van mensen. En dat komt omdat het tankstation aan de drukke Ringbaan Zuid ligt. Een van de belangrijke doorgangswegen in Tilburg. Ook om 2 uur 's middags wordt er volop getankt. Nou, ik en mijn vrouw die reden naar de benzinepomp toe. Mijn vrouw die stapt uit om te gaan tanken. En er komt een brom met een rotvaart over de benzinepomp heen. En mijn vrouw die moest aan de kanten springen, want anders had hij mijn vrouw ondersteboven gereden. Dus ik stap uit de auto en ik wil gaan vragen van, ja, wat is dat nou? Wat is dat? Oh, ik ben bij mijn vrouw. Kom man, wat zit je eigenlijk met moeiemans sukkel? Ja, hij was heel agressief en hij zat allemaal met zijn handen naar zijn zakken toe. Dus ik was eigenlijk bang dat hij een wapen zou pakken. Dus ik loop achteruit, hem aankijkend weg. Vanaf dat moment weet ik niet meer. Met 1 klap is de neus van de man gebroken en door de val ook nog eens 3 ribben. Zware mishandeling dus. En wij zoeken natuurlijk de dader van dit zinloze geweld. Maar ook die tweede jongen op de andere scooter die bij hem was. Want dat is een goede getuige voor ons. En allebei staan ze op de bewakingsbeelden. Als de scooter de vrouw op een haarna mist, heeft hij net hiervoor een andere vrouw ook bijna aangereden. De scooter is dan al doorgereden naar de pomp achter de Zwarte Golf. Terwijl de vrouw de shop is ingelopen, besluit de man om toch de jongen aan te spreken op zijn gedrag. En dat komt hem duur te staan. Met een harde klap wordt hij neergeslagen. Voordat de vrouw de dader kan tegenhouden, is hij al weg samen met de jongen op de rode scooter. Op de eerste plaats zoeken we natuurlijk de jongen die de klap uitdeelde. Het is een lichtgetinte jongen van een jaar of 17. Hij heeft een dun en wat mager postuur, droeg een zwart shirt en een spijkerbroek en een geblokt petje. Hij reed op een lichtblauwe Vespa-scooter. De tweede jongen kwam iets later in beeld op een rode scooter. Hij is ook getint en wat breder dan de dader. Hij heeft gezien wat er gebeurde en ze reden na de mishandeling samen weg. Heeft u een vermoeden wie dit zijn? Heeft u iemand in uw omgeving erover horen praten? Misschien wel erover horen opscheppen? Iedereen die zich iets herinnert van deze mishandeling bij dit tankstation aan de Ringbaan Zuid in Tilburg, willen we natuurlijk spreken. Maar ook mensen die de jongens later nog hebben gezien op hun opvallende scooters kunnen natuurlijk bellen. Wij gaan ervan uit dat ze hier in de buurt goed bekend zijn en dat ze misschien wel uit de buurt van het tankstation komen. We zijn al een paar maanden verder en ik heb heel erg last van mijn neus en er moet waarschijnlijk geopereerd worden. Help mee om deze zaak op te lossen en geef uw tips door via de gratis tiplijn op 0800 60 70. Elk beetje informatie over deze twee jongens op de rode en de blauwe scooter is welkom. Anoniem tippen kan ook 0800 7000.